Het hoofdbureau van politie dat staat aan de Johan Adolf Pengelstraat voldoet niet aan de voorgeschreven veiligheidseisen. Dit werd vanmorgen bekendgemaakt op een persconferentie van het ministerie van OW in zaken het hoofdbureau van politie in transformatie. Gedetailleerd is verklaard waarom het bouwsel op korte termijn gesloopt zou worden. De voorzitter van de presidentiële commissie, Pertab Singh Gurdayal, ging in op de reden achter de genomen beslissing. De eerste was de veiligheid. Wij moeten de gebruiker, en dat is de politie, de veiligheid kunnen garanderen. Een veilige werkplek. Het moet niet zo zijn dat er zoveel over dat gebouw verteld is en dat zit een politiefunctionaris in een ruimte en dan kijkt hij de hele dag naar een balk die mogelijk een scheur kan krijgen. We halen hem uit de concentratie. Tweede is de duurzaamheid. Geven wij een architect en een aannemer om door te gaan met dit bouwsel, dan kunnen we niet stellen het is duurzaam. We weten niet wat daar staat. De bouwtijd, dat is 3. Willen wij doorgaan met dat bouwsel, dan gaat er een grondig onderzoek moeten komen. En je gaat maanden bezig zijn. OW-minister Riyad Noor Mohammed zegt dat aan de hand van het uitgeschreven beleid van de regering gewerkt zal worden aan hercontrole van bepaalde bouwwerken. De ontwikkelingen rond dit beleid in de afgelopen jaren maken dat een nieuwe plan van aanpak zal worden uitgeschreven. Inderdaad, de regering heeft in 2082 opdracht gegeven aan de minister van Openbare Werken en het ministerie van Financiën om technische evaluatie opnieuw te doen, alles goed te bestuderen met advies te komen. En de minister van Financiën heeft de opdracht gehad om de administratieve zaken te controleren, zoals de betalingsverkeer, etc. En daar moest een rapport uitkomen en op basis daarvan hebben we een besluit genomen. En inderdaad, het besluit is slopen en opnieuw starten. En de hoofdargumenten zijn genoemd. Gebrekkige tekeningen. Hoe is het gebouwd? Hoe kunt u van mij verwachten dat we gaan toestaan dat we niet weten wat er in de kolommen en wanden zit of in de fundering? Dat is onmogelijk. Alleen op basis van dit argument. Alleen op basis van gebrekkige tekeningen kunnen we dit niet verder toestaan. Het ligt in de bedoeling om naar voorgeschreven veiligheidsvoorwaarden te werken bij de oplevering van het gebouw binnen de komende 2 jaar.